Dag, mijn naam is Paul Blokhuis. Ik ben staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een van de foto's uit de Tweede Wereldoorlog die heel veel indruk op me heeft gemaakt, is een foto waarop 8 mannen staan. Er zitten 3 politieagenten met hun benen over elkaar op de voorgrond. Daarachter staan 5 mannen. Eentje glimlacht, de andere kijken strak in de camera. Een gewone foto uit de jaren 40, zou je zeggen. Als je het verhaal erachter kent. De 5 mannen op de achtergrond zijn 5 rechercheurs. Hun bezigheid was onderduikers, Joodse onderduikers opsporen. Aangeven bij de Duitsers met dat doel afvoeren, vermoorden. Helaas is dat ook de meeste Joden overkomen. Als je dan nog eens naar die foto kijkt, zie je nog steeds niks bijzonders. 5 mannen, de een glimlachend, de ander strak in de camera. Ja, dat maakt die foto eigenlijk wel gemeen gewoon.